Zou je ergens anders heen willen gaan? En waar zou je dan willen dat ik naartoe ga? Niet in ons doel? Ik heb toch alles al geprobeerd? Internet daten, speed daten. Alles kids, achter de rits. Ik heb een aantal hele foute openings geselecteerd. Ja. En ik vraag jou om die voor te lezen. En dan daarop te reageren. Als iemand dit tegen jou zou zeggen, Hoe jij zou reageren. Oké. Mag ik een foto van je maken om mijn vrienden te bewijzen dat engelen echt bestaan? Ja, nou ja. Ja, ik zou er om lachen en zeggen, oké, maar dan wel samen. Want dan zijn we samen twee engels. Zo zou ik zou hem terugkaatsen. Hoe wil jij je eitje morgenochtend gekookt, gebakken of bevrucht? Ja, ik vind dat zo'n vieze opmerking. Oh, dat is smerig. Doe dan maar die scrambled eggs. Ja, scrambled eggs. Oh, die vind ik best wel ranzig, ja. Die is echt ranzig. Maar die zit in mannenharten namelijk. Oh. Ja, daarom ken ik hem. Oei, oei, oei. Ja. Dat zou dus niet iets zijn dat jij zelf gebruikt? Nee, absoluut niet. Nee, want het is heel bevrucht en het is een soort van, het wordt heel klinisch. Het is vieze, ja, het wordt heel klinisch. Het wordt echt een soort... Ik heb er hele rare beelden bij eigenlijk. Ik ga je bevruchten, geef me je nummer, weet je. Ik weet het niet, dat is niet mijn stijl. Geloof je in liefde op het eerste gezicht of moet ik nog een keer voorbij lopen? Oh, die vind ik heel leuk. Ja, die vind ik heel leuk. Ik zou dit een hele leuke vinden. Ja, dan ben je gewonnen? Ja, ik vind hem heel leuk. Je hebt in ieder geval humor. En ik denk dat humor een hele belangrijke is, tenminste voor mij wel, als een man dat heeft. Ja, hij is een beetje slik, maar hij is ook heel grappig. Ik ben mijn telefoon ook kwijt. Mag ik die van jou? Zou dat de opening zijn die je gebruikt? Nou, kan ik misschien wel wat mee. Maar ja, ik ben heel slecht met openingszinnen. Ik ben heel slecht in versieren. Ik denk, bij mij is het een beetje meer, ik ga gewoon net zo lang een beetje met je kletsen en maar praten tot je op een gegeven moment zegt, let's go. Zullen we pizza gaan halen en daarna seksen? Of hou je niet zo van pizza? Ik zou hem hebben gezegd, nee. Nou, ja. Oh, nice. Ja, als iemand dit zegt, heeft hij officieel lef. Nee, misschien had ik dat wel gezegd. Dat is net alsof ben je geld wil in een koekje. Of, ja, nee, deze. Die heb ik één keer gehoord trouwens. Heb je een muis in je buik? Huh? Heb je een muis in je buik? Een muis in mijn buik. Nee, heb je een muis in je buik? Nee. Dan heb je verdomd goede poesie. Weet je, dat soort shit. Oh my god. Je mag mijn telefoon wel even lenen om naar huis te bellen dat je bij mij slaapt vannacht. Vind ik echt een hele goeie eigenlijk. Ik heb nog nooit iemand gezegd. Ik zou heel erg moeten lachen. Ja, ik heb niet zo vaak van dat soort openingszinnen. Ja, van je bent vast wel moe waarvan. En van het rondjes rennen in mijn gedachten. En dan denk ik van ja, die heb ik al heel vaak gehoord. Deze daarentegen. Ja, dat ja, dit is bij dit mij is wel een hele goede lach ontlokken. Ja, dan zou ik wel, dan geef ik je toch wel een puntje. Heb je geen zere voeten? Je loopt namelijk al tijden door mijn gedachten. Nou, weet je, ik zou je zeggen, hij is in ieder geval niet schunnig of zo. En dat vind ik er heel goed aan. Het is best een doordenker. Als ik dan een openingszin zou moeten gebruiken, dan misschien wel deze eigenlijk. Ja, heb je geen zere voeten, je loopt namelijk al tijden door mijn gedachten. Ik vind hem wel aardig, ik vind hem wel wat poëtisch hebben. Wat beter dan hoe wil je eitje bevrucht of onbevrucht, zeg maar. Ja, dus, ik vind hem nog wel soort van acceptabel, ja. Nou. Hey, als jij bij McDonald's op het menu stond, zou ik je McBeauty noemen. Nou, ik denk dat ik zou omdraaien en weglopen, ja. Waarom? Ik werd verblind door jouw schoonheid, dus ik heb je naam en telefoonnummer nodig voor de verzekering. Oké. Nee, niet. Ja, nou, als je hem echt zo hoe je hem nu zou zeggen, zou ik wel mijn nummer geven, denk ik. Yes, score. Ik heb gescoord. Ja. Oké. Hey, terug. Ik ben een beetje verblind doordat je dat zo sensueel zegt, zeg maar. Dat ik eigenlijk helemaal niet weet wat je voelt. Dat jij niet hoort wat ik nou zeg. Mag ik doen? Ja. Dat is gewoon altijd mijn tactiek. Altijd een beetje de zwoele stem opzetten en dan maakt het niet uit wat je zegt. Precies. Zeg, dat rokje dat je draagt kleurt vast erg mooi bij mijn vloerbedekking. Officieel fout. Wow! Is een belediging. Ja, maar echt.
Het is net alsof je zegt, bloemetjes gordijn. Ja, weet je wat ik wel zo wil zijn. Vind je het niet lekker? Het is toch wel heftig.